Ja, inderdaad. Ik denk dat vele mensen slachtoffer zijn geworden van dit soort activiteiten. Je hebt natuurlijk mensen die creatief soms dingen willen doen, dat mag op zich geen probleem. Maar wanneer je slechte bedoelingen hebt en dat gaat gebruiken, is het niet meer leuk. En we zitten in een verkiezingsstrijd. Mensen willen mensen uitschakelen, mensen willen mensen bekladden. Dus kan het voorkomen dat dat inderdaad gebeurt. We hebben dat gezien in de media ook. Dat is sowieso niet goed te praten. En we weten dat onlangs een wet goedgekeurd is die gaat proberen dit ook te beschermen. De huidige wetgeving biedt die mogelijkheid ook al hoor, trouwens. Dus als mensen vinden dat zij misbruikt zijn geworden op die en die manier, dan kan je met die bewijsstukken inderdaad gaan naar de politie. En je klacht daar indienen. Er is een speciaal bureau daarvoor en die kan onderzoek instellen. Maar nogmaals, kijk, wat de digitale wereld betreft, wordt dat een beetje moeilijk. Het is vaak moeilijk traceerbaar, dus het kan zich voordoen. Maar wij zijn daar sowieso tegenstander van. Laten we eerlijk politiek voeren, oprechte politiek voering. Laten we open politiek voering voeren. Je hoeft mensen niet te gaan bekladden met een nepprofiel, is nergens voor nodig. Feit is wel dat het enorme schade aanlevert. En dus dat moeten we strafbaar stellen. Dus dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Dat hebben we ook gezien bij die, op social media. Dan zie je dus duidelijk hoe men groepen tegen elkaar uitspeelt. Ik heb het ook gezien. Men heeft van mij een nepprofiel gemaakt, een foto gezet en uitspraken gedaan die lijken alsof ik dat tegen een andere etnische groep. Dat nooit zou kunnen komen van mij, maar dat heeft men gedaan. En het heeft enorme schade opgeleverd, liever het heeft impact natuurlijk. Dus dat is één. Net wat ik zei, het is strafbaar. We kunnen dat indienen bij de politie en wachten op het onderzoek. Maar we zien dat sommige mensen in dit land op een heel subtiele manier dit soort dingen ook doen. Ik ga je een voorbeeld geven van een subtiele manier. En dan denken we dat het goed bedoeld is, maar het is subtiel. Het is recent gebeurd, bijvoorbeeld de kwestie van de boeken van de VHP. Daar heeft bijvoorbeeld de waarnemend minister, Miesekema, gewoon gezegd, die boeken van de VHP, die neem ik terug. Het is een subtiele manier van een etnische strijd, maar zorgen voor etniciteit.